Nou, laten we onszelf even voorstellen. Daar staat Eddie. Dit is Roemer. Dit is Jelle. En dit is Dave. En hoe heet jij? Gapke. Gapke? Ik hoor het je zeggen. Ik herken het niet meteen. Het is vast een heel erg mooi plaatsje. Maar zeg gewoon 10 kilometer vanaf Heerenveen. En dan kan ik het volgen. Ja, dan vind ik het zelfs heel geestig. En je ziet er zo mooi uit met die dingen van de ballon. Ballonfeesten. En soms als jij opstaat, kun jij de dag de baas. Want je pakt een boterham en je besmeert hem en belegt hem met kaas. En er is thuis maar één man die bij jou in de pannen roert. En Stefan zit hij altijd achter jou, dat is je vader, daar zit Sjoerd. Het is toch mooi dat je mee mag. Je kunt duiken en dan door al die achtbanen heen krult. En s'avonds moet je straks na 12 uur, dan mag je pas weer naar huis. Volgens mij is Heerenveen nog een heel eind rijden. Volgens mij zijn jullie pas op een uurtje of twee thuis. En als je dan thuis bent, neem je nog een kopje koffie? Of zeg je bij jullie dan een kepje? En op je bed zit een mooi klepje. En ik zou willen dat ik die wat kon repken. En als jij hebt, vind ik ook een heel klein stepje. Kijk naar ze. Is dat stevig? Mag ik al zwemmen, papa? Ja, mag kunnen, mag je gaan zwemmen. Ik heb je kleine bijtentje al verstopt gezet, want wij staan natuurlijk in de vouwwagen. Papa, mama. Ik kan niet kiezen. Tussen je zwembroek? Nee, tussen het strand en het zwembad. En de rivieren. Ja, dat is lastig. Wat? Kun je niet meegaan, papa? Ja, maar ik moet de hele vouwwagen nog opzetten. En je weet, daar is papa in ieder geval 2 dagen mee bezig. Ja, maar ik vind het altijd nooit zo leuk om in de open lucht te slapen. Nou, dan mag jij vanavond een andere plek op de camping uitzoeken waar jij mag slapen. Echt? Ja. Waar je wil. Toiletblok. Stop. Af en toe zet ik deze scène een stop. En dan gaan we daarna verder in een andere stijl. Hebben jullie voor mij nu een filmstijl? En dan bedoel ik bijvoorbeeld comedy, actie, zoiets, maar dan iets anders. Science fiction. Horror. Doe maar niet een toiletblok. Je bent altijd hartstikke leuk, het toiletblok. Je weet wat er vorig jaar gebeurd is in het toiletblok. Ik loop pas naar het toiletblok. Nee, niet naar hier. Niet naar het toiletblok. Niet naar ik vind helemaal niet eng in het toiletblok. Wat is er dan vorig jaar gebeurd in het toiletblok? Je weet toch de legende van het monster van Ros? Ja, dat weet papa ook niet. Wat zijn jullie mensen? Wat zijn monsters precies? 10 kilometer bij vandaan. Wat kijk! Je laat mijn kind met rust. Een doorzichtige meneer. Je laat mijn kind met rust. Ik was wel mee. Stop. Een andere film. Mama, wat is Staat u naast ons op de camping?
Ja, ik ben speciaal naast je hier komen staan vanwege... Oh ja, alsjeblieft. Heel vaak. Dat mensen horen aan haar vallen. Science fiction! Science fiction. Ik heb het gevoel dat ik hier te veel ben. Je teleporteert de rosé zo naar binnen. Mm-hmm. Hoe smaakt hij? Hij smaakt een beetje fruitig. Maar er is maar één plek op deze camping waar mijn caravan komt te staan. Oh ja. En daar staat nou jouw vouwwagen. Dus je wil het uitvechten? Juist. Dan leg ik mijn energetische lidschild aan. Probeer daar maar eens doorheen te komen. Stop! En nu wil ik graag een titel van een film. Harry Potter! Harry Potter! Focus, focus! Pokkenstokkie. Doe het niet! Anders kun je lekker vanavond bij ons op de vuurkorf zitten. Oh, dat lekker. Dan gaan we doen. Ik dacht dat het wel zacht was. Ik dacht dat het wel zacht was. Ik ben een Dumbledore. Ja, er was niet op die camping. Stop, stop. Ik wil een andere film zien. Ik wil niet van het balkon. Van het balkon, ja, zeg maar. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Misschien kan je helpen met de voorwaarden opzetten. Ik wil hier ook nog even een haring in de grond slaan. I'm a lord! Laat mij
zeg laat je het, ik wil niet meer leven, want ik ben oud genoeg.